Diana Pocky, politica en voormalig minister van Grondbeleid en Bosbeheer. Weerspreekt de aantijgingen van vicepresident Ronnie Brunswijk over onterechte gronduitgifte. Zij noemt de aantijgingen een politieke aanval vanwege intimidatie. Vicepresident Ronnie Brunswijk beweerde woensdag dat Diana Pocky, voormalig minister van Grondbeleid en Bosbeheer, onterecht duizenden hectare gronden heeft uitgegeven. Pocky weerspreekt dit en zegt dat deze gronden tijdens regering Boutersen tussen 2015 en 2018 zijn uitgegeven door toenmalige minister Mike Nursalim. Pocky daagt de president en vicepresident uit om de documenten openbaar te maken. Zelfs vrezen geen kwaad. Laat de president en de vicepresident het schrijven welke in mijn ministerperiode is gericht naar mij met de instructies, een beleidsnota van dit zijn de instructies. Je mag niks doen, niks tekenen op het ministerie. En dat beleid moest ook duidelijk op papier zijn. Ik daag de mensen uit om te komen met het schrijven met beleidsinstructie van wie dan ook. Ik heb hier de getekende beschikkingen, getekend door Nursalim tijdens Bouterse regering. Ik heb hier de beschikkingen, getekend door Nursalim tijdens Bouterse regering. Laat dat duidelijk zijn. Ik vind het heel jammer dat door gegil, door onnodige politieke aanval, dat het zo ver moet komen dat we privéinformatie op zo'n manier moeten behandelen. Ik vind het erg. Ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid en geheimhoudingsplicht ligt daar. De nieuwe beleidsinzichten van Brunswijk waren Pocky onbekend. Maar zij stelt dat haar beleid focuste op heel Suriname en niet op etnische groepen. Met deskundigen die het ministerie steunen, zijn de aanvragen volgens de wet behandeld. Pocky vreest geen repercussies als het dossier naar de openbaarheid wordt gebracht. Het ministerie is geen partijcentrum. Als er wat is, dan gaan we het op partijcentrum bespreken. Maar het is niet de bedoeling dat anyone kan komen met stapel, terwijl we zoveel achterstand hebben. Ik heb ze zo aangetroffen. Zoveel rechtszaken waaraan we moesten werken. Dan kom je gewoon plotseling, omdat je toevallig in de regering zit en ik moet zaken die op dat moment zijn aangeboden gelijk behandelen en afhandelen. Ik heb het kenbaar gemaakt. Dus dit behaart me. Mijn werkwijze, mijn systeem. Ik ben geen ja-knikker. Niks anders. Niks anders. En als mensen ontkennen dat ze geen opdracht hebben gegeven, er is bewijs toch, kwestie akkooi. Ik moest zaken terugdraaien. Die man heeft op rechtmatige wijze zijn beschikking gehad. Maar omdat je topper bent, toevallig zit je op een positie. Tijdelijk ook, wat ze vergeten. Dan moest je die per burger. Ik zeg, ik ga het niet doen. Ik heb het door deskundigen. Ik heb die stukken doorgestuurd naar de juridische afdeling. En ik zeg, nee, ik kan dit niet terugdraaien. U kunt meneer Akkooi bellen. De politica geeft de samenleving mee om de ontwikkelingen te blijven volgen.